iemand heeft dit glas, wat eigenlijk, je hoort nu dat hij ook gaat piepen, heeft dat glas gewoon gebroken. Het is eigenlijk een soort perspex. Dus je kan het breken, maar ja, wie wil nou zo'n levensreddend apparaat stelen? Dat is echt heel vervelend. Er zijn heel veel reacties gekomen. Er is zelf een reactie gekomen dat iemand de AED te koop had gezien op een verkoopsite. Maar die is heel snel weer eraf gehaald. Dat de AED gestolen is, dat kan levensgevaarlijke gevolgen hebben. Zo zijn ze in februari al maar liefst 6 keer nodig geweest in Purmerend. Als er vandaag iemand neervalt heel dichtbij, is het natuurlijk een probleem. Maar gelukkig hebben we nog een kast en een extra AED. Dus morgen wordt deze kast vervangen en een andere AED erin gezet. Dus dan is alles weer goed. Maar ja, we moeten toch de kast laten repareren en een extra AED bestellen. Want we hebben altijd een reserve.